De formele relatie tussen Suriname en Frankrijk bestaat nu ruim 41 jaar. Bijkans een derde deel van de bevolking van Frans-Guyana bestaat uit personen van Surinaamse komaf. Aan het woord is de voorzitter van de commissie van rapporteurs, André Misikaba. Hij sprak vandaag tijdens de openbare vergadering van de Nationale Assemblée bij de behandeling van de ontwerpwet over de goedkeuring van de overeenkomst tussen Suriname en Frankrijk in zaken samenwerking van de politie aan weerszijden van de grens. Volgens Misikaba wonen er ongeveer 30.000 Surinamers in Frans-Guyana. De schatting is dat 25% illegaal daar verblijft. Duizenden personen van Suriname gaan over en weer, gaan op familiebezoek, gaan voor toeristische doeleinden enzovoorts naar Frans-Guyana, voorzitter, en komen dan terug. Het consulaat van Suriname in Cayenne werd in 1985 geopend en de hulppost St. Laurent is in 2003 van start gegaan. Voor 2010 was het consulaat te St. Laurent en in de volksmond zo lang, voorzitter, 2 maal per maand open. Maar vanaf 5 december 2011 is die post permanent open, dus dagelijks, voorzitter. Er is een River Council en volgens Boekie zou het 2 maal per jaar gehouden moeten worden. De frequentie wordt niet altijd zo aangehouden. Voorzitter, de ordehandhavingsinstituten van beide landen ontmoeten elkaar 1 keer per maand. En dan hebben we het over de politie, militaire, douane enzovoorts. De politie, voorzitter, en militairen van beide landen werken al samen. En er zijn nu en dan ook gezamenlijke patrouilles, voorzitter. Misikaba wees er verder op dat er in het verleden ook uitspattingen zijn geweest. Surinamers mogen namelijk niet uitgeleverd worden, maar dat gebeurde soms wel. Daarom is het belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt. De commissievoorzitter zegt dat het wetsontwerp dateert van 2008. Er waren namelijk wat bezwaren van zowel politieke als technische aard. De kern van het bezwaar was de vrees of de huivering dat Frankrijk, die een grotere partner is, zou kunnen gaan overroelen in die relatie, voorzitter. Frankrijk, en ik denk dat we daar gewoon rustig over eens mogen zijn, dat Frankrijk een grote mogendheid is in de wereld, voorzitter. En er was nogmaals bezwaar, en ik denk dat dat bezwaar was en is reëel. Voorzitter, je moet rekening houden met die partner, hoe die partner beweegt in de wereld. Lid van G7, lid van Veiligheidsraad van de VN. Grote mogendheid. En dan ga je als land in ontwikkeling, in een samenwerking met zo'n land, voorzitter. Dan denk ik dat het niet te veel gevraagd is als je voorzichtig bent en kijkt, voorzitter, naar de verschillende mogelijkheden. Misikaba gaf aan dat de Fransen begrip hadden voor de vrees van Suriname. Frankrijk heeft de overeenkomst vrij snel geratificeerd, terwijl Suriname nog bleef kijken naar de verschillende mogelijkheden. De Fransen hebben intensief helpen zoeken naar mogelijke oplossingen en tenslotte heeft dit geresulteerd in de behandeling van deze ontwerpwet. Het ligt in de bedoeling deze wet vandaag nog goedgekeurd te krijgen.